Ja, in Engeland is correspondent Arjen van der Horst. Arjen, 8 trainers in 9 jaar, dat is veel, ook in Engeland. Hoe kijken ze er bij jou tegenaan? Ja, dat kun je in 1 woord samenvatten. Beschamend. Beschamend voor Chelsea, beschamend ook voor Roman Abramovich, de eigenaar. Beschamend zelfs voor het hele Engelse voetbal. Dat waren de woorden vandaag van de voorzitter van de vereniging Coaches Betaald Voetbal. En hij kan het niet begrijpen dat een club met zoveel geld er maar niet in slaagt om een succesvol team op te bouwen. En hij zegt, ja, succes, dat kun je alleen maar bereiken als je naar de langere termijn kijkt. Ja, en die kritiek hoor je eigenlijk overal wel terug in alle commentaren vandaag. Een hele duidelijke sneer naar het draaideurbeleid van Roman Abramovich. Ja, terwijl je toch met Villas-Boas, 34 jaar, leek te kiezen voor de toekomst. Waar ging het mis? Ja, directe aanleiding zijn natuurlijk de teleurstellende resultaten. Slechts 3 overwinningen in de afgelopen 12 wedstrijden. Maar wat ook wel een hele belangrijke ontwikkeling was, was de onrust onder de spelers. Een paar weken geleden een openlijke opstand onder enkele prominente spelers die de coach bekritiseerden. Daarmee leken zijn dagen geteld. Ja, en ook daarvan kun je eigenlijk ook Abramovich de schuld geven. Want onder zijn bewind zijn de spelers machtiger geworden dan de coach. We hebben ook wel vaker gezien bij de afgelopen coaches. Ja, en dat heeft uiteindelijk Villas-Boas de kop gekost. En dus moet Abramovich weer gaan betalen. 15 miljoen werd er al betaald om hem naar Chelsea te halen. Er komt weer een afkoopsom aan. In totaal, hebben we uitgerekend, is er al zo'n 50 miljoen pond aan afkoopsommen betaald aan trainers de afgelopen jaren. Dan vraag je af, ja, wie wordt dan de volgende man? Wie waagt zich aan deze klus in Londen? Ja, dat is een goede vraag. Guus Hiddink werd heel even genoemd, een paar weken geleden al. Dus ook omdat de spelers hem graag weer terug willen zien. En de blik is nu ferm gericht op 2 coaches uit Spanje. De 1, Pep Guardiola, dat is voor Abramovich de droomkandidaat. Nummer 2, een oude bekende van Chelsea, José Mourinho van Real Madrid. Grote vraag is, wie wil nog op de bank gaan zitten bij Chelsea op een plek die de afgelopen jaren steeds meer op een schietstoel is gaan lijken? Oké, Arjen van der Horst uit Londen. Dankjewel.